Een oranje pracht aan Afrikaantjes. De plantjes moeten de strijd aangaan tegen kwalijke aaltjes. Het Heelbrands laboratorium zoekt uit of de bloemen een goed alternatief zijn voor chemische grondontsmetting. Als de wortels van de Afrikaantjes hun werk doen, zou bijvoorbeeld de leliteelt een stuk milieuvriendelijker zijn. Het Afrikaantje die, die zorgt door zijn, zijn beworteling dat die aaltjes worden gedood. Met veel belangstelling volgt akkerbouwer Eleveld de proef met de Afrikaantjes. Wij proberen volgend jaar hier bloembollen te telen. En uh, we hebben uh, gemonsterd en nu blijkt dat er te veel aal in te zitten. Nu hebben uh, we samen met HLB die hebben gezegd: van nou, ga je eens, moet je eens proberen met, uh, met Afrikanen zaaien. En uh, om dan die aalenaantallen uh, aalen, uh, naar beneden te, te dringen. Het wortelstelsel van Afrikaantjes moet ervoor zorgen dat de aaltjes verdwijnen. Als zo'n aaltje die cel van zo'n wortel aanprikt, zo'n levende cel, dan vormt die cel een giftige stof. En die stof die doodt en verlamt het aaltje, waardoor die uiteindelijk gewoon dood gaat. Einde aaltje? Einde aaltje. Ja. ja. Niet alleen aan de onderkant moet het Afrikaantje zijn wonderenwerk verrichten, maar ook aan de bovenkant met zijn bloemen. In die bloemen zit het stofje luteïne, een probaatmiddel tegen ouderdoms-oogkwalen. Met de proefveldjes probeert het Hilbrands Laboratorium of de bloemen te oogsten zijn. Maar dat wordt nog best lastig. Kijk, als je hier met een machine doorheen gaat, kijk, dan mis je die onderste. Hè? En als je alles gaat maaien, dan neem je zo'n hele plant neem je mee. En dan krijg je veel te veel loof in je, in je bloemmassa. Dus eigenlijk moet je een, een machine hebben die ze echt zo ja, op die manier eruit plukt. En dat is best ingewikkeld. Over een paar weken worden de Afrikaantjes geoogst. tegen het einde van het jaar denkt het Hilbrands laboratorium... de eerste resultaten van de proefvelden met Afrikaantjes te kunnen meten.